Entroscoop. Hallo! Hier. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Hey, Rick, hey. Jongen! Knul! Wat doe jij hier dan? Ik ben aan het shoppen hier gewoon. Hey. Ik heb een nieuwe lampen nodig. En ik, Joris heeft hier een nieuwe lampenwinkel gewoon. Want je kan sea lanterns kopen, die overigens op zijn. Oh, je ja, kan soul lanterns, je kan beacons kopen. Je kan alles kopen hier, joh. Wat vet. Wat doe jij hier? Ik ben op zoek naar jou. Ik heb jouw mailtjes, belletjes, alles gedaan. Oh. Jij, ja, ik heb ze gezien, die mailtjes. Ja, nee, ik vond ons vorige avontuur met z'n tweeën met de sprookjesboom niet zo leuk. Ik heb echt iets vets voorbereid. Is het iets leuks deze keer? Ja, het is echt leuk. Nee, serieus, het is echt leuk. Heeft het met de sprookjesboom te maken? Nee. Echt niet? Nee. Kom mee, kom. Okay. Het is echt leuk, Ja, nee, prima, let's go. Rick? Ja? We staan weer bij die sprookjesboom. Ja, ik moet hier alleen even wat ophalen. Ja, oké. Okay. We gaan niet weer een sprookje in. Nee, we gaan zometeen echt iets vets doen. Okay, maar ja. ik had hier nog wat laten liggen van de vorige keer, dus dat wou ik prima. Eens even ophalen. Ja, het wordt ook donker, ja. Dus... Ja, wacht. Ik moet even kijken waar ik het heb liggen. Hoezo waar je hebt liggen? Ja, het ligt hier ergens. Wacht, ga even zitten. Nee, maak je comfortabel. Nee! Ga even zitten. Ik moet even Rick. Zoeken. Zit het, Rick, nee, het zit er niet ik hier. Ik wil niet zitten. Max, ga even zitten. Oh, ik ga wel zitten. Prima. Ga even zitten. Nee, dat gaat niet weer gebeuren. Ik moet even zoeken hoor, Max. Ja, zoek ik kom, jij ik kom eraan. Maar. Ik kom eraan. Ja, is goed. Hallo, Max. Nee! Welkom terug bij de sprookjesboom. Ik wil geen sprookje doen. Rick, ik zie je nametag erachter. Ja, wat heb jij het over? Vandaag hebben wij weer een nieuw sprookje. Nee, ik wil geen sprookje. Vorige sprookje het was een dropper. Het sprookje van vandaag is extra spannend. De twee grote YouTubers gaan een groot gevecht aan. Zullen ze dit overleven? Rick, ik zei het nog zo. Ik wilde niet weer naar een sprookje. Ik moest gewoon even wat spullen pakken. Dit is niet mijn fout. Jawel, dit is wel jouw fout. Jij kwam weer met een sprookje en nu zijn we hier. Ik wil terug naar Contentveen. Wat doen we weer? Wat is dit? Info en regels. Ja. Uitleg. In iedere level ga je tegen zombies. Het doel is, kom tot en met level 10 en ga zo min mogelijk dood. Hoeveel minpunten heb jij? Wacht, er staat trouwens nog pagina 1. Volwanderd, YouTuber met 1 miljoen, let's go. En ik dan? Regels, speel. Ja, deze is niet voor jou. Speel in de versie 1.21, bla bla bla. Persoonlijk woord, ik heb ongeveer 25 uur in deze map gewerkt. Zo. Ja. En ben hij is geabonneerd sinds 121.000. En iedereen GTA Minecraft video's gekeken, heffen. Nou, dan gaan we beginnen, Rick. Let's go. Dan gaan we beginnen. We moeten vechten in een sprookje. Map van de kijker. Wow. Volgens mij heeft Daan deze map gebouwd, heet hij. Shoutout Daan 09NL, volgens mij. Shoutout naar Daan. Boom. Oh, god, ik denk hij doet het niet. Oh, ja, het is wel gewonnen. Een mooi sprookje dit. We hebben gewonnen. Het is wel... We hebben gewonnen, we moeten nog beginnen. Oh. We hebben gewonnen. Oké, we moeten wel even oppassen met die buttons. Klik jij maar eerst. Oeh, je bent weg. Daar kom ik. Hatsjoe. Hoppakee. Zo. Ah, level 1 tot en met level 10. Oké, nou laten we maar met level 1 beginnen, weet je? Ja. Ik klik wel eerst. Oh, ik ben er ook. Heb je ook je spulletjes? Ja, ik heb zwaar. Oh, nee, Rick. Oh, dit ziet ik wil voorgesproken je volk veiliger eruit dit zien. Dit ziet er vrij gezellig uit. Dit ziet er inderdaad wel gezellig uit. Laat zou jij maar, anders maar gewoon aan. Waarom zijn ze allemaal boos op mij? Ja, maar dit zijn gewoon mijn maatjes. Nee. Pak hem! Rick! Pak hem! Sla ze! Nee. Doe iets. Waarom hebben we ook zoveel zwaarden? Ja, omdat... En maar 3 brood. Pak hem, jongens. Rick. Jongens, pak hem. Nee. We moeten hem hebben. Maar... Hey! Ja, hier, daar krijg je het van. Moeten we nou serieus gewoon deze zombies vermoorden? Is dat level 1? Ik denk het. Ja, maar dat is easy. Gewoon een beetje zombies slaan. Ja, oké, dit is wat te doen. We mogen niet doodgaan, hè? Dat is het doel. Ik ben benieuwd. We gaan proberen om geen één keer dood te gaan, oké? Ja, nee, dat komt niet. Doodgaan is voor losers en zombies. Het is wel makkelijk nu toe. Ja, dit is top. Nou, hé. Hey. Spannend dit sprookje weer, hè, van de sprookjesboom. Hey, dit is heel spannend. Een beetje zombies in elkaar slaan, gewoon zo. Het zal vast niet heftiger worden. Het zal vast niet veel heftiger worden. Auw, dan dit. Nou, denk al. Hoe moeilijk gaat het worden, denk je? Wat hebben ze hier? Hoppa, level 1. Easy, easy. Gewoon gehaald. Eten we brood even op easy, ja. Inderdaad. Wat hebben we hier in het midden? Terug naar level select. Moeten we dat dan gewoon doen? Ja, want dan moeten we naar level 2. Oké, prima. Oh, ik heb jou weggestuurd. Oh, nee. Oh, ik ook. Pauze menu. Waar zijn we? Pauze menu. Stoppen met dit level. Level 10 gehaald. Verder spelen. Wat hebben we hier? Einde level. Einde level. Ja, maar einde we level. Einde gehaald, prima, hoppakee. Oké. Hallo. En nu is het gewoon level 2 kiezen. Ja, ik denk het. Maar we moeten deze spullen weggooien. Nog. Dat weet ik niet. Ik hou ze maar. Level 2. Oké. Ik heb een nieuwe spullen. Het is hetzelfde. Het is hetzelfde, maar dan meer zombies. Oké. Ga jij ze allemaal pakken deze keer? Waarom zijn ze nou weer boos op mij? Oh, nee, ze zijn nu ook wel een beetje boos op jou. Oh, oké. Ja, ik zie het. Oh, ik heb er maar één. Ik wil al deze. Doe jij die, dan doe ik deze, oké? Ja, nee, joh. Is goed.
Ik vecht deze wel, joh. Doe jij maar lekker al die daar. Ik heb het moeilijk met deze, Rick. Ja, ik zie het. Ik heb het moeilijk. Je hebt echt gewoon moeite daar, hè? Ja, ik neem even mijn tijd met deze, oké? Dan kun jij even goed je gevecht aangaan. Ja, met die nee, daar. Is helemaal goed, joh. Gaat het een beetje nog? Of? Ah, nee, het gaat fantastisch. Ja, gaat het? Ik doe echt mijn best om zo snel mogelijk bij jou te komen, hoor. Ja, nee, ik merk het. Echt vriendelijk van je. Ik heb drie hartjes. Eet even iets. Ik doe echt heel erg mijn best. Ja, ik heb net zojuist mijn laatste broodje gegeten. Oké, nee, ik ga deze nu daadwerkelijk killen. Ik kom helpen. Dankjewel. Ik heb deze afgeslacht. Ik kom eraan, knul. Ik eet even een broodje. Hier, hoppa. Je hebt mijn hulp weer nodig, anders red je het weer niet. Show hoe dat gaat. Kijk hoeveel ik erop heb. Hier, vanaf het moment dat ik er ben, gaan ze ineens allemaal dood. Oh, ik heb twee hartjes. Twee hartjes. Als jij een minpunt krijgt, sta je 1-0 achter. Als ik hem nou naar jou toe sla. Nee, zo werkt dat niet. Oké, level 2 gehaald. Dat hebben we gedaan, Rick, hé. Gaan we weer terug naar het pauzemenu. En via het pauzemenu moeten we helemaal doorlopen naar einde level. Hier. Achterin ligt er ook een zwaars op de grond. Zo, einde level. En dan nu gaan we door naar level 3 hier. Level 3. En wat is level 3? Weer hetzelfde loot! Oh nee, ze hebben zwaarden. Oh, ze hebben zwaarden. Oh nee, geef maar eerst trouwens. Geef maar eerst. Oké. Ja, nee, ik ga wel. Ik heb ook trek, joh. Nee, ze zijn boos op mij! Kan ik niet even... Want we hebben nu een beetje 50-50, moet ik zeggen. Oh ja. We hebben een beetje 50-50. Nee, 60-40. Ja, en ik heb 60-40. Nee, 60 man. 60-40. Ja. 60-40. Oh, zo, ze doen damage, ouwe. Dat is niet goed. Ja, ik ben ook heel bang ervoor. Ik denk dat ik ook ga proberen te crit hitten zo. Die springen. Hier, kijk. Kijk. Oh, Rick. Oh. Ik heb de tactiek gevonden. Je moet springen en crit hitten. Dan gaan ze allemaal heel snel dood. Hier. Oh, ze doen echt heel erg damage inderdaad. Oh, ik moet echt even zo, ik ben klaar. Ik bijna. Lukt het? Ja, we hebben allebei ons eigen roedeltje. Moet ik je weer helpen, jongen? Oh, kijk, dat was net niet nodig. Dat was nergens voor nodig. Hey, level 3 gehaald en we zijn allebei nog in één keer dood gegaan, hè? Ja, fantastisch. Dat is wel even een goede toeien. Terug hierheen. Dan komen we aan bij einde level hier. Oké, we hebben net 3 gehad, toch? We hebben net 3 gehad. Dat betekent dat we nu naar 4 gaan. Dan gaan we naar 4, ja. Dan gaan we naar 4. We doen het. We doen het gewoon. Weer dezelfde loot. Waarom krijgen zij zulke goede loot? Waarom is onze loot zo slecht en hun loot zo goed? Er staat hier eentje alleen. Die pak ik wel. Ja, doe dat maar anders, want ik kom je wel even helpen. Nee, dat is niet nodig. Ik kom je wel even helpen, joh. Hé, hey, wacht, kijk. Zo, hier. Kom maar, jongens. Help me, help ik maar. Help ik. Ja, hij doet echt heel veel damage, Max. Is die damage erg? 4 hartjes. Ja, nee, Max, ik heb 3 hartjes. Max, ik heb 3 hartjes. Max, nee. Alsjeblieft niet. Oh, god. Doen ze echt heftige damage? Ja, 4 hartjes. Gast, waarom hebben ze zulke goede gear? Waarom hebben ze zulke goede gear en wij zulke slechte? Ik heb een half hartje, Max. Gast, jij hebt er 2. Ik heb die hele roedel. Hoe heb jij al een half hartje? Oh, dit is niet te doen, Rick. Dit is niet te doen. Waarom krijgen wij niet betere spullen? Heb ik niet hun armor. Ik heb er 1 dood. Heb je er 1? Ik heb nog 0. Ik sla ze. Ben het springen ben ik maar niet gaan doen. Omdat ik even meerdere tegelijk damage wil doen. Oh, dit is niet te doen, Rick. Ik kom je helpen, ik kom je helpen. Ik snap dat we meerdere zwaartjes nu hebben gekregen. Haal de pack uit elkaar. Haal de roedel uit elkaar. Oh, fuck! ik heb 1,5 hartje. Heb je nog brood? Nee. Heb je geen brood meer? Ik heb nog niet eens 1 broodje genomen. We hebben blijkbaar allebei een andere tactiek. Maar jij kan zo mooi zoals dit. Ik wil gewoon de grote damage. Ik heb nu de eerste dood gemaakt. Heb jij een broodje voor mij zo? Ja, wacht, kom maar van mij toe. Hier, heb je 1 broodje. Dankjewel. Geniet ervan, jongen. Ik ga even snel eten, hoor. Ja, neem je tijd. Ik ga wel lekker doorslaan. Jij kan ze er mooi iets uitpikken. Ah, ik ben voor het eerst hit. Maar ze zijn allemaal gefocust op jou. Ik kan ze gewoon hitten. Oké, doe wel crit hits dan. Ik doe wel de grote hits, zoals dit. Zo. Oh, mijn zwaard is zwaardje stuk. Gast, ik snap nu dat we zoveel zwaardjes hebben gehad, maar waarom krijgen we niet even wat meer eten? Ja, we hebben betere zwaardjes! We hebben houten zwaardjes, man! Mijn brood is ook op. Hoeveel hartjes heb jij? 4,5. Als je doodgaat, of als ik doodga. Ja, het gaat wel goed. We hebben er nu al een paar dood, toch? Ja, het gaat steeds beter. Ik ga nu ook wel crit hits doen. Hier. Ik zou ook wel nu, zoals dit, af en toe even een critical hitje tussendoor doen. Oh, dit gaat goed. We hebben ze, Rick. Ze zijn uitgedund. Ze zijn uitgedund. Ja, hier. De laatste 3. Hier. De laatste 2. Laatste. Je zit een beetje je hand op mij te slaan, of niet? Oké, dat was heel eng. Dat was echt heel eng. Alsjeblieft, level 5, laat daar meer zijn dan dit. Als er meer zwaar, niet meer zombies. Ik wil meer loot hebben. Ik denk dat het hele ding is dat we gewoon elke keer hetzelfde krijgen. Kan niet, dat kan toch niet? Ik denk het dus wel. Oké, level 5, laten we level 5 doen. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Doet level 5 het nou niet? Level 6. Level 6. 3, 2, 1. Hoppakee. Ja! Steen is waar en golden apples. En dan komt... Oh, Rick! Oh, nee, nee. Nee! Nee! Ook kijk op een netherite, ook op een netherite. Ja, maar kijk die roedel die hier achter mij aan zit. Hoeveel kijk zijn dit er? Gast, in F5 kan je er overheen kijken. Dan zie je een beetje hoe groot de groep het is. Nee. Oh, dit gaat echt eeuwen duren. Ja, maar ze moeten allemaal weer achter jou aan en dan kan ik weer er omheen. Ja, wat gebeurt er nu? Oh, ja, maar gaat sowieso één tot één keer dood. Ja, er is één losse groep, die heb ik hier. Die roei ik eerst wel even uit. Ja, doe jij dat maar even. Ik heb een klein groepje hier, Rick. Let maar niet op mij verder. Ik doe wel een kleine groepje hier. Oh, ik heb echt zoveel damage al gepakt. Ik ben nog gelukkig nog niet gehit. Oh, maar ik ga wel weinig gehit worden. Ik wil die netherite gasten eerst hebben. Die zijn niet sterker, maar die hebben meer levens. Maar die doen net zoveel damage. Okay, Max, ik lok hun hier in een hoekje en dan kom ik vol naar jou gesprint. Ja, dan kan je hun even negeren. Ja, nee, kill hun eerst maar, joh. Dat is ook prima. Ja, maar dat is... Zullen we ruilen? Ach, ik pak jouw groepje al. Nee, dat is... Ah, oké. ze zijn allemaal op jou gefocust. Ja, deze zijn allemaal op jou gefocust. Oh, op zich, als we elkaars groepje blijven... Oh, nu gaan ze mengen! Ze lopen door elkaar heen! Ik ben ook één die... Dit gaat echt lang duren. Oh, ja, oké. Ze zijn nu echt allemaal wel een beetje op mij, nu. Gas, level 6 is echt insane. Hoe gaat level 10 zijn? Ja, dat is niet te doen. Oh, mijn god, Rick. Ik ga jouw groepje even helpen. Kom eraan. Ja, hit ze van achter. Ja, ik hit ze van achter, komt ie. Oeh, 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 oeh. Komt ie. Dit gaat goed, ja, ik heb er één. Gewoon twee. Dit gaat goed, dit is de tactiek, Rick. Dit is de tactiek. Jouw groep komt wel langzaam bij jou weer. Ja, ik hou het trouwens in de gaten. Ik ga wel zo meteen mijn groepje weer even weglokken. Hier, ik heb er perfect veel van jouw groepje al gepakt. Ja, dat stopt. Dat dit is de tactiek. Oh, kijk even gewoon die hele army die eraan komt. Gasten, staan er daar ook nog een paar los. Die zijn kwijt. Je weet niet meer bij wie ze horen. Nou, ik heb mijn groepje alweer hoor. Ik zal ze weer even weglokken, al slaand. Ja, ik heb hier nu nog maar... Rick achter je! Rick achter je! Rick achter je! Oh, daar kwam in één keer heel veel achter, joh. Ik ben heel blij voor je dat ik het zag. Gast, we zijn nog in één keer dood gegaan, hè? Nee, dat is goed. Oh, maar dat gaat niet lang meer duren. Oh, mijn god. Ik kom oké, nu kom ik je weer helpen. Dan gaan we dezelfde tactiek. Nu zijn de zombies weer ver genoeg. We moeten uit elkaar gaan zoals dit. En dan is het gewoon... Oh, hij is boos. Hij is boos. Het kon beter gaan, dit. Er was eentje was helemaal losgegaan. Ah, als ik nu eentje pak, dan worden ze boos op me. Gast, het duurt zo lang voordat je er eentje hebt. Hoe verwachten we ze dat ze dit allemaal gaan doen? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik kom jou helpen. Ik kom jou gewoon helpen. Oh, ik heb twee hartjes. Neem een golden apple. Heb ik niet meer. Heb je ze alle drie al gegeten? Ja. Ik heb, hoe doe je dat telkens? Ik heb nog geen één gegeten. Ik ben echt al acht keer. Ik word gekoord. Max, achter je. Ja, die daar. Oh, Rick, dit gaat echt te lang duren. We moeten een andere tactiek doen. Pak deze twee los voor me. Dit gaat niet werken zoals dit. Dit gaat niet werken. Hoe willen ze dat we dit doen? Dit is niet te doen. Ja, je moet ze gewoon echt... Als ik er eentje heb, ben ik elke keer al heel blij. Mijn zwaard is ook een stukje nagaan als je er dus allemaal moet. Ja, maar dit... Oh, zo, dan kan er in één keer even eentje aansprinten. Ik kan niet meer sprinten. Ik moet enkel een apple eten, puur omdat ik honger heb. Echt? Ik ben nog in één keer gehit, hè? Ik wel, echt heel vaak al. Ik kom jou wel weer helpen. Als ik één hit heb, dan ben ik dood. Het gebeurde vlak nadat je het zei. Maar nu zijn ze allemaal boos op mij. Oh, hey. Hey, ik ben ook geteleporteerd. Ik ben eerst uitgegaan. Maar je bent geteleporteerd. Ik druk op verder spelen. Oh, prima. Nee, dat is goed. Dat is goed. Zo, het is helemaal goed dit, Rick. Dat gaan we regelen. Dit gaan we doen. Ik heb hier één netherite mannetje. Oh, ik heb een netherite man dood. Nice, lekker. Gast. Het zijn er echt veel. Ik hoor de hits niet eens. Dus ik sla ook even voor het eerst graag. Oké, ik kan weer een beetje vanaf achter... Want soms draaien ze zich ineens heel boos om. Ja, dat heb ik nu. Oh, oké. Lekker man. Hey, ik heb nu wel een goede tactiek. Gewoon de menigte blijven slaan. Ja, dat doe ik ook. Oké, voor mij beginnen we langzaam een beetje hier weg te gaan. Ik hoor de hits niet eens. Oh mijn god, ik moet een appje nemen. Ik moet letterlijk nu de golden apples opeten, allebei. Zo. Ik kom eraan, Max. Red mij, knul. Red mij. Heb je er een paar dood? Ja, maar het zijn er nog zoveel. Oh, ja, maar het zijn er wel minder dan aan het begin, voor mijn gevoel. We zijn het wel echt aan het uitdunnen, langzaam. Soms duwen ze elkaar ook. En dan zijn ze ineens heel snel. Dan sprint hij in één keer even naar je toe. Dan is hij ineens heel snel. Oké, ik ga de springtactiek weer doen. Het werkt. Nou, en ze slaan mij ook. Ik heb er weer één. Ik heb er nog één. Ik ben echt van achter nu gewoon vol aan het slaan. Ik ben nu wel echt goed bezig. Er zitten hier vier netherite mannetjes. Ik ga ook zo dood. Ik heb nog drie hartjes. Ik ben niet nog een keer dood gegaan. Nee, ik heb zeg maar ben niets. Ben je nog een keer dood gegaan? Ja. Oh, ik hoop dat ze nu een keer boos worden op jou. Waarom zijn ze elke keer boos op mij? Kijk jou gewoon staan. Kijk, die zijn wel boos op jou. Goed zo. Oh, de merendeels is boos op jou. Ja. Oh, ik heb de kleine groep eens een keertje. Oh, ik ben ook dood gegaan.
Nice. Ja, dan moet je helaas ook teleporteren. Waar is dat? Waar staat dat? Verder spelen. Verder spelen. Verder spelen, hey. Ja. Oh, ik ben wel nu even full HP. Dat is wel lekker. Oh, ze zijn allemaal boos op jou. Hé, nou, ik pak nu wel een keer de kleine groepjes. Rick, weet ik hoe jij je voelt. Kleine groepjes. Ja, dat is gewoon eentje, de rest is boos op jou. Waarom krijgen we ook niet nieuwe golden apples zodra je dood bent gegaan? Oké, ze gaan nu wel echt, het gaat goed. Au. Ik ben er langzaam van achter, ben ik ze dood aan het maken, Rick. Ah, je ging dood en ze draaiden zich ineens allemaal om. Ze draaiden zich ineens allemaal om. Komt-ie. Hoppakee. Oh ja, het is wel echt een beetje progressie inderdaad. Ja, zie je? Een beetje progressie. Oh, ik heb wel instant weer een tweeën te pakken. Ik ga denk ik weer dood. Ik heb een half hartje en ik heb geen eten meer. Ik ga elk moment dood, denk ik. Je bent... Ah nee, ik had gezegd... Ah, ja. Echt elk moment ga ik dood. Ik weet het zeker. Of maar één... Zou ik me één keer verkeerd aan te kijken en ik ga dood. Ik heb ook een half hartje. Oh. Nee, je had helemaal geen half hartje. Ja, jawel. Vastspelen. Ik was net weer gerietje en na één hartje. Oh. Ik heb nu een half hartje. Ah, oké. Okay. Oh, nu heb ik ook weer geteleporteerd. Hey. Oh, weg hier. Waarom zijn ze nou weer boos op mij? Ik doe even die netherite guy even langzaam uitroeien. Gaat goed, ja hè? Ja, ik ben mijn groep... Het groepje is echt klein aan het worden. Jij bent dood gegaan. Nee, hoor. Je had er echt nog maar één hit hoeft... Oh! Ja, hey, stoppen. Ja, die netherite guy hoeft er nog maar eentje, volgens mij hè? Kijk hoe klein groepje het nog maar is. Ja, dit is top, te doen. Dit is echt prima te doen. Ik ben er wel achter, gewoon nog steeds die critical hits zijn gewoon nog steeds de beste. Ja, dan maar dan elke keer heb je ook de meeste kans dat ze je hitten. Oh ja, ja nee, dat komt wel. Het gaat ook wel goed aan deze kant hier. Ja, dat is mooi, want hier gaat het echt minder. Nog één. Ja, nu zijn we hem helemaal aan het uitdunnen, Rick. Dit is het einde. Oh, ik ga nog een keer dood voor de laatste keer. Dit is het einde. Nee. Ik wist het ook gewoon. Ik zag jou erachter staan. Ik wist het. Oh, hij was nog niet dood. Ik had hem nog niet geslagen. Waar is hij? Daar. Ergens hier is eentje. Oh, eindelijk level 6, klaar. Ik zal hem even echt heel lang. Worden. Dit duurde echt heel lang. Waar pak je niet gewoon, Rick? Waar pak je niet gewoon? Zo. Hè? Oh, weg hier. Weg uit level 6. Oh. Wegwezen. Weg hier. Nooit meer terugkomen. Ik word twee keer geteleporteerd. Oh, mijn god. Okay. Zo, oké. Level 7. Oh, laat zeggen niet dat 7 nog moeilijker is. Nee, dat denk ik niet hoor. Ik denk niet dat ze even moeilijker is. Nou, daar gaan we. Stenen zwaardjes, golden apples. Ze zijn nu allemaal netherite. Nee. Ja, maar kijk hoe weinig het er zijn. Ja, dat is waar, maar ze zijn wel dat allemaal... Dat is veel beter. Ja, maar gast, ze hebben wel netherite zwaard inderdaad. Ik vind dit lijkt mij makkelijker, dit. Omdat ze maar zo weinig zijn. Net waren het gewoon te veel. Net was gewoon niet te doen zoveel als ze waren. Dit is beter te doen. Oh, ze doen nu wel 5 hartjes damage per keer. Ja, oké, maar dat is niet zo erg. Ik bedoel, zolang jij niet 10 keer dood gaat in totaal, is het goed. Dat gaat wel gebeuren, denk ik. Ik ben naar mijn eerste golden apple begonnen. Nu al? Ik heb niet eens een hit gekregen. Ik heb er ook nog geen dood gemaakt, moet ik zeggen. Ik wel. Ik heb er al 2 dood. Ja, oké, maar jij bent een kleintje dus uit aan het pakken. Ik pak een groep, zeg maar. Dat is goed. Dan doe ik ze damage en jij kan ze afmaken. Dit zijn er niet veel, Rick. Dit is te doen. Dit moet te doen zijn. Nou, ik heb mijn eerste hartje. Ik moet ook een golden apple nemen. Heb je er alweer een paar, of...? Ja, ik zit naast jou, letterlijk. Ja, maar als in... Ja, ik heb er een stuk of 3, 4 dood nu, denk ik. Oh, lekker. Goeie. Ik neem ook een golden appeltje, mijn tweede. Weer 1 dood. Lekker, Rick. Weer 1 dood. Lekker. Weer 1 dood. Lekker. Weer 1. Goed zo. Hé, ik heb er ook één. Nu. Ze zijn ook niet boos op jou, hè? Nee, daarom. Oh, dat is echt heerlijk. Jij kan gewoon lekker slaan. Terwijl ik hier gewoon... Hé, ik heb er ook één. En af en toe pak ik er ook even eentje. Weer 1. Maar ik doe gewoon lekker een grote schade hier. En dan kan je ze achter helemaal afslachten. Ja. Ja, dit level is veel makkelijker dan het vorige level. Ja, dit is echt top. Vorige level was echt niet te doen. Oh, een zwaard. Ik heb er ook weer één. Zijn er nog een stuk of 8, denk ik. Oh ja, maar dat is te doen. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ja, yeah, nice! Let's go! Wacht, neem die golden apple, je krijgt zo meteen toch nieuw eten. Ja, dan ben je waar, goed gegenereerd, weet je, is goed. Goed hersteld. Nou, dan gaan we door naar einde level hier. Hey, hebben we gewoon weer gehaald. Gaan we naar level 8 toe, hé? Hey? Gaat die moeilijk zijn, denk je? Ik denk dat we hetzelfde aantal als net en dan gewoon volledig net eruit. Nee, dat zou ik echt niet aankunnen, denk ik. Dat zou ik echt niet aankunnen, laten we maar gaan. Huh? Oh, dit valt mee, dit valt mee. Dit is basically wat we net deden, maar dan nog een keer. Dit is letterlijk hetzelfde level. Ja, zo lijkt het wel, hè? Dit lijkt wel hetzelfde. Nou, dat is het doen. Dat kunnen we dan nog een keer gewoon. Dezelfde tactiek.
Ja, ik zal de grote groep pakken weer en als jij dan ze er tussenuit pakt. Ja, ik moet gewoon wachten tot het klein genoeg is dat ze allemaal op jou gefocust zitten en dan zitten we goed. Als we nu gaan ze zich af en toe nog even omdraaien. Ja, daarom. Een grotere groep is nog. Oh ja, ik heb er hier nu 4. A few moments later. En dan de laatste 9 en 10. Hoppakee, Rick! Let's go! We gaan naar level 9 toe! Het één na laatste level al gelijk, hé. Ik vind dit sprookje wel spannender dan het vorige sprookje dat we deden. Allemaal ja, het vorige sprookje was ook leuk. Level 9, jongen, daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Voor level 9. Neem je golden apple even. Die heb ik net genomen. Oh, heb je net genomen? Oké, komt ie. Boom. Daar gaan we. Level 9. Huh? Oh, dit ziet er makkelijk uit. Oh, ze hebben speed. Ze hebben speed. Oh! Ze hebben speed. Oh, Rick! Help! Er is er eentje hier, oh. Er is eentje. Ja, blijf rennen. Niet! Blijf rennen, Max. We hebben ook heel veel golden apples deze keer. Ja, ik zie het. We hebben ook een netherite zwaar. Nee, waarom doe je dat nou? Oh, ja, maar ze zijn toch boos op mij. Zie je, dus ik heb er één. Ik heb er één. Kan je er eentje tussen uitpikken? Ja. Oh, nu heb ik er maar één. Oké, nu heb ik er maar één. Komt goed. Ik moet echt... Komt goed. Pak hem, alsjeblieft. Ja, oké, wacht. Ik moet even eten. Au, wacht. Eten is niet handig. Oké, ik ga hem proberen te pakken. Max, alsjeblieft, pak hem. Oh mijn god, hij doet... Max. Ze zijn moeilijk. Ik ben dood. Level 9 is moeilijk. Oh. Oké, kijk op wie ze focussen. Die ander moet ze pakken. Ik zal gewoon altijd op mijn focussen, oké? Dan kan jij ze pakken. Ja, oké. Komt-ie. Ik zal die ander ook al pakken. Ja, kijk, ik heb ze allemaal. Oké. Als jij er een beetje achteraan blijft rennen... Ze zijn zo snel. Ah. Hij keerde zich ineens om. Nee. Oh, dit is moeilijk, ouwe. Dit is echt heel moeilijk. Oh, het zijn er nu 2. Deze moeten we even hebben. Ja, oké. Oh, die anderen zijn ook gefocust. Pas op. Oh, maar ze zijn wel weer op jou. Allemaal mij? Hoezo? Wacht, sla er eentje ren weg en wegrennen. Ja. Oh. Waarom neem je niet weg? Je weet dat hij achter je aankomt. Ja, omdat... Oh, ik heb de tactiek. Rennen, stoppen, slaan, rennen. En dan niet voor een tweede hit gaan, oké? Oh. Niet voor die tweede hit. Okay. Je moet 1 hit proberen te pakken, telkens. Ik ga die van jou proberen te pakken, om je te helpen. Ik doe ondertussen even eten. Ja, oh, ik heb 2 hits kunnen doen op hem. Ik help je. Oké. Je zie je? Dan moet jij die van mij hitten. Dat is de tactiek. We moeten die van elkaar hitten. Oké. Blijf maar rennen. Ik heb hem. Hij is nu... Ja, oké. Oké, ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe. Ja, ik heb hem. Oké, dat is goed. Heb je hem gefocust? Bijna. Hij moet boos worden op jou. Ja, daarom. Waarom blijft hij gefocust? Nou, maakt niet uit. Dit is ook een tactiek. Nu kan je hem gewoon pakken. Ik blijf wel... Oh, pas op. Oh, nee. Ik blijf wel rondjes rennen. Hier, ik hoef niet eens te sprinten. Ik moet wel sprinten. Ja, je moet wel sprinten. Ik blijf wel rennen. En als jij ze nou gewoon pakt, zodat je ze niet mijn kant op slaat. Oh. Dit is wel te doen, ja, ik heb er één. Dit is te doen. Pak hem. Ik kom eraan. Pak hem, Nick. Pak hem, jongen. Helpen. Ah, ik wou hem naar jou toeslaan, maar dat kan niet. Nu zie je de klos. Oh. Waarom is hij zo sterk? Waarom ging hij dood? Ik wou zeggen. Hij ging niet dood. Oh, laat me even healen. Oh, oké. Ben je klaar voor level 10? Het laatste level. Ja. Oh, ik weet niet wat dit voor moet stellen. Het laatste level. Oh. Terug naar level selector. Daar gaan we dan. Naar het laatste level gaan we toe. Het meest spannende level tot nu toe. Level 10. Ik neem een golden apple. Ja, ik ook nog even eentje. En ik ben helemaal ready. 3, 2, 1, go. Oké, waar zijn we? Huh? Wacht, we hebben nu een X. Oh! Ah, nee. Oh, wacht. Oh, het zijn er maar 3. Oh, het zijn 2 grote en een big boss. Maar de big boss heeft geen armor aan. Nee, easy. En we hebben een X. Ga jij maar eerst dan, voorzichtig. Hij is vrij snel. Hey, ga jij maar. Hij is boos op jou. Of niet? Ja, hij is boos op jou. Ga maar. Hij heeft geen zwaard. Je kan hem zo pakken. Ja, Max. Hij heeft letterlijk een zwaard. Hij heeft geen armor, Rick. Pak je kan hem zo pakken. Max, draai om. Probeer het op zijn minst. Pak hem wel even. Oh, hij doet echt 6 hartje. Oh. Nou. Wat nee, ze vallen ons niet eens aan. Hallo? Kom, dan kunnen ze duwen. Laat ze tegen elkaar vechten. Cage fight. En als ze één keer slaat. Jij hem neppen. Oké, nou laten we ze dan maar doodmaken. De giants. Die doen niks. Die staan hier gewoon te staan. De grote zombies. Ik zal wel pakken, Rick. Ik heb hem. Zo heb ik gedaan. Was dit het? Was dit level 10? Ja. Level 10 was makkelijk. Oké. Nou, terug naar level selector. En dan nu hier level 10 gehaald moeten we klikken. Ja, level 10 level gehaald. Level 10 gehaald, daar gaan we. Oh, en er staat een heel groot walnut met licht. We hebben hem, Rick! Let's go! Oh, wat hebben we dat goed gedaan. Er staat ook, mijn score was 18. Nou, wij hadden 10 en 4 samen, 14. Zie je later, glaasje water, flesje bier, tot de volgende keer. Your game mode has been updated. Nou, Rick, helemaal leuk weer, hè? Let's go! Oh, het beeld gaat weer, Rick. Oh, nee! Oh, wat gebeurt er? Oh, wat hebben die jongens dat toch goed gedaan. Het zijn ware sprookjeskrijgers.
Rick. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar dit prachtige sprookje. En binnenkort doen wij weer een nieuw sprookje. Nee, ik heb al genoeg sprookjes nu gedaan. Volgende wordt extra leuk. Heel erg bedankt. Alleen als hij echt heel leuk is, doe ik mee. Oké. Fijne dag, meneer Walnoot. Dag, Sprookjesboom. Tot ziens. Doei. Even kijken. Je toevallig Rick weer hebben. Oh, hey. Ik moest dus een bloemetje halen, want de vorige keer was ik dus aan het bellen met mijn moeder en ze vroeg of ik een bloemetje mee wou nemen. Dus kijk, ik heb hem. Maar waarom wou je mij hier dan hebben? Ja, ik wist het even niet meer, weet je. Ik denk, de vorige keer was jij hier ook al bij. Ik denk, ik moet even dat geheugensteuntje hebben. Je hebt me helemaal opgehaald bij de lampenwinkel van Joris. Ja. Om volgens hierheen te gaan. Ja. Om weer naar een sprookje te luisteren. Nee, om dat bloemetje op te zoeken. En dan, wat moet ik nu? Ja, die ga ik even naar mijn moeder brengen. Dus wat jij gaat doen, weet ik niet, maar... Waarom moest ik hier dan heen? Ik moest zitten en luisteren naar een nieuw dom sprookje. Ja, maar de geheugensteuntjes... Ik ga naar huis. Ik ga het zelf doen vorige keer. Ik ga naar huis. Oké. Nee, ik ga terug naar de lampenwinkel. Oké. Dag, Rick. Ja, jij hebt helemaal geen lampen nodig. Jij bent het zonnetje in huis. Nou, dat vind ik wel lief. Hey, ja. Ik zal groetjes doen aan het varken. Groetjes, ja. Ik. Doe je groetjes aan je moeder? Ja, zal ik doen. Is goed. Oké. Doei. Doeg, hè. Doei. Hoi. Hey, jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Het was weer een erg leuke video met een erg leuk sprookje van de Sprookjesboom. Stel je wil nou dat jouw sprookje, oftewel jouw map van de kijker, ook een keer gespeeld wordt. Maak er dan eentje en stuur die op naar info@wandertstudio.nl. Wow, dan kan je daar gewoon je map naartoe sturen. En wie weet zal de Sprookjesboom jouw map ook wel een keer vertellen. Dat zou een hele leuk zijn als dat zou gebeuren. En dan nu, als je toch naar dit gedeelte van het scherm aan het kijken bent. Kijk dan even deze video. Dit is een video van Makkers. Makkers heeft gewoon met die loser daar, die Rick, een raftserie. Ja. Het is aan het raften zijn. Ja. Jij, Rick, met Makkers. Geweldig. Wow, vet hè. En dan nu jongens, dank jullie wel voor het kijken. Dus tot de volgende keer. Spreek je later. Glaasje water. Telt 4. Flesje bier. Bi-ba-boe-ba-la-ba-la.